Waar je in de jaren 60 voor omgerekend 20 cent nog een heel brood kon kopen, kom je nu niet verder dan maar 4 sneetjes. Waarom wordt alles alsmaar duurder? Dat heeft alles te maken met, je kent de term waarschijnlijk wel, inflatie. Heel simpel gezegd betekent dat dat de prijzen omhoog gaan. Jij kunt dus met die 1 euro minder goederen en diensten kopen dan voorheen. Jouw geld wordt dus minder waard. Dus met andere woorden, jij verliest koopkracht. Hoe komt dat? Nou, er zijn 3 factoren die dat eigenlijk kunnen verklaren. 1. Als de kosten van ondernemers en bedrijven stijgen, dan berekenen zij dit door in de prijs. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat olie of grondstoffen duurder worden. Maar denk bijvoorbeeld ook aan stijgende lonen, duur containervervoer, maar vooral ook energieprijzen die de pan uitreizen. Een tweede factor is hoeveel geld wij gezamenlijk uitgeven. Kijk bijvoorbeeld naar corona. Tijdens de lockdown gaven wij massaal minder geld uit omdat winkels en restaurants gesloten waren. Daarna konden we plotseling al dat opgepotte geld besteden. Bedrijven reageren hierop door prijzen te laten stijgen. En dan is er nog de constante factor. Als wij verwachten dat de prijzen in de toekomst zullen gaan stijgen, dan eisen wij nu al hogere lonen. Dit betekent dat de loonkosten van bedrijven omhoog gaan, waardoor zij weer hogere prijzen gaan doorrekenen. Als reactie hierop eisen wij weer hogere lonen en zo kom je terecht in een loonprijsspiraal. Is inflatie dan slecht? Als jouw inkomen dus niet meestijgt, ga je erop achteruit. Jouw geld wordt dus minder waard door inflatie. Maar dat geldt natuurlijk ook voor jouw pensioen of voor jouw spaargeld. Voor onze export is inflatie ook niet goed. Het maakt onze producten minder aantrekkelijk voor het buitenland omdat ze duurder worden. Dit is het grote gevaar voor Nederland. Wij verdienen namelijk 34% van ons geld door middel van export. Waarom hebben we dan die inflatie? Nou, een beetje inflatie en vooral constante inflatie, zo ongeveer 2%, dat maakt de meeste economen wel blij. Het is namelijk een teken dat er niet te veel geld, maar ook niet te weinig geld in een economie zit. De economie is dus wel stabiel. Sterker nog, een beetje inflatie kan zelfs goed zijn. Het geeft de consument een prikkel om iets meer geld uit te geven. Als jij namelijk weet dat een auto volgend jaar duurder wordt, dan koop je hem liever vandaag. Tegelijkertijd zullen bedrijven ook sneller een nieuwe machine aanschaffen of een nieuwe fabriek neerzetten, omdat zij namelijk ook weten wat zij daar in de toekomst aan kunnen verdienen. Dit houdt de economie draaiende. Dit tegenovergestelde gebeurt wanneer de prijzen zouden dalen. Dit noemen wij deflatie. En dat heeft weer hele andere gevolgen. Als jij namelijk weet dat die auto volgende maand goedkoper gaat worden, dan hou je het geld nog even in je zak. Het klinkt misschien gunstig voor jou, maar voor economen is het een nachtmerrie. Het grote gevaar is dat de economie dan stil komt te vallen. Dit is goed zichtbaar in Japan. Al sinds de jaren 90 heeft Japan last van deflatie. Mede hierdoor is Japan nauwelijks rijker geworden, terwijl de rest van de wereld vrolijk doorgroeit. Het andere uiterste is dat prijzen extreem snel stijgen. Dat zagen we tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Duitsland, waar prijzen met wel 50% per dag stegen. Dat fenomeen noemen we hyperinflatie. Het ging zo snel dat het goedkoper was om je huis te stoken met bankbiljetten dan met hout. Zelfs kinderen speelden ermee als speelgoed. Moeten wij ons zorgen maken dat zoiets bij ons gebeurt? Onze Europese Centrale Bank probeert de inflatie stabiel te houden. Dit doen ze door geld uit de economie te halen om inflatie tegen te gaan, of juist geld in de economie te pompen wanneer prijzen dreigen te dalen. Door dat laatste krijgen we met z'n allen weer meer geld te besteden en daardoor kopen wij meer producten. Zo wordt de economie weer aangejaagd. Bedrijven realiseren zich dat de economie weer groeit en verhogen hun prijzen. De centrale bank kan dus zo met 1 druk op de knop zorgen voor inflatie. Zo probeert de centrale bank te balanceren tussen te veel en te weinig geld. Dat gaat vaak goed omdat onze centrale bank onafhankelijk is. Dat betekent dat de overheid de centrale bank niet zomaar kan dwingen om de geldpers aan te zetten. In andere landen is dit heel anders. Zo zie je bijvoorbeeld wel hyperinflatie bij Venezuela en Turkije, maar gelukkig is dat risico bij ons heel klein.